Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. De vorige aflevering waren we gestrand bij deze battle. Ik hoop dat het me nu wel gaat lukken in ieder geval. Het wordt in ieder geval spannend. Laat ze vooral elkaar maar weer lekker afmaken. Dit hebben we al gezien de vorige keer. Ready anytime. Oh. I stand ready. Ready and willing. Who, me? Oh ja, die onzin, ja. Black Eagles. Stay focused. Yeah. Want to learn? That is that. Nice. Okay. Who, me? Let's get to it. Dat is ook niet handig om die vooraan te zetten. Die ook niet. Hij wordt toch wel geraakt. Appreciated. Wacht, ik kan Raphaël nog wel meer naar voren zetten. Leave it to me. I will draw the blood. Yes. I've got it. Kijk, die is dood. Defenseless, are we? Oh, ze hebben er zin in. Nee, komt er niemand deze kant op? Dan laat ik Raphaël wel even lokken. Dan ga ik er zelf achter staan. Miss, ha. Huh? I owe you one. Let's use our heads. Ze hebben normaal tegen mij. Yo, Ingrid heeft damage gehad. Boy, yo.
Nou, kill elkaar maar, prima. Oké. Dan zou Ignatz in theorie veel damage op hem moeten kunnen doen, ja, zo te zien wel. En dan zou Cloud ook veel damage op dit paard moeten kunnen doen. Was hier raar. Never underestimate an outsider. Oké, nice. I'm not. Oké. Okay. Hier, boom. As expected. Ferdinand is ook onzo. We gaan haar healing power gebruiken voor haar. That helps. Dat is mooi dat het helpt. Level 10 voor Marianne. Dat doet niet zoveel damage. Dark spikes, kidding. Andere opties? Nee. Dan ga ik toch. Hij gaat wel veel damage voor mij doen, maar ja. Maar die kunnen nu niet zoveel, dus we wachten hem wel weer vanaf hier. Oh, nice. Die heeft iemand van dat heeft gekild. Nice, Bernadette ook dood. Die Felix schijnt heel goed te zijn. Die is waarschijnlijk goed te proberen te recruiten. Oké, Edelgard is ook ons zo. Oh, daar kan ik niet staan. That helps. Nice. Ignatz, Hotflops hier gaan staan. Deze bitch hier gaan staan. Cloud hier staan, oké. De dag. Yo, Felix, wat doet hij veel damage?
Thank you. Okay, nice. Felix Gonzo. Well done. Nice. Hou die kant op. Ja, laten we die kant met hem. Ja, trouwens, haar kan ik het best hier even verstoppen. Ik laat ze wel komen. Okay, Petra is ook dood. Niet werken. Dat werkt ook niet. Alleen met aanvallen, maar misschien als ik hem hier neerzet. Kijk, dat bedoel ik. Dat is dat. Kaboom! Hey, thank you. Strength in action. Lekker. Lekker rafje. Zij kan ook healen. Nee. Ah, dat moet wel. Dat is alleen in de buurt komen. Nou, dat doen we dan. Prima. Miss. Niet miss. Lekker Lysippia. Oh, mis. Wat is die Mercedes weer? Die ging net ook al. Zo Goro Goro doen. No hard feelings, right? Mercedes is ook dood. Het gaat nog redelijk goed. Rick. Nog een soldier Gonzo. Oh.
work sometimes. Probleem. Valt mee. Kijk, nu biedt er zich wel. Oh. Zich wel een mooie kans aan. Kijk, die Ingrid te killen. Be mindful. It's over. Kijk. De duo is ook dood. I am so impressed. Oké, wat is dan een beetje. Is magie dan? Magie zal wel een betere. Ja, zie je. Nog een Kingdom Soldier gone. Oh ja, die zitten vast op een plek. Dat is wel goor. Waar is Lawrence? Hier. Hij kan toch magische poeder? Hey, met de crit. Hier. Oh. Ja, nice Lawrence. Tricky. I'll celebrate later. Oké, met iedereen die nog levend is. Maar is het al? A striking display. Nee, zie je? Dan is alleen die bitch dit zo zeker nog. Ja, die heb je. Oké. Ik hoop dat hij nou ook wel een beetje naar voren komt. Nee dus. Ignat, Zoltse vloot. Well done.
Nice. Stay focused. Nou, gaat die bitch nou kunnen aanvallen? Nee, hij blijft natuurlijk op zijn goede punt staan. Nou, maar misschien als we hem een beetje lokken. I stand ready. Nee. Oh, hij gaat aanvallen. Oeh. Oké. Ah. How far can I? Do not underestimate. Op de valreep één iemand verloren, dat is wel heel goro goro. Dat is wel heel goro goro. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van Fire Emblem Three Houses. Tot de volgende keer, doei!